Nou, we zijn beland op de Bergman Clinics. We gaan even kijken of dokter Cor van 't Hart ook aanwezig is. En dan gaan we een aantal vragen stellen over het voorste kruisband, letsel en de reconstructie. Kom binnen. Dag Cor. Leon. Leon Meijer. Dankjewel dat ik hier even mocht zijn. En het eerste waar ik eigenlijk mee binnen wil vallen is, jij hebt gezegd ooit eens een keer, de voorste kruisbandletsels, ja, dat is eigenlijk de heart attack voor de knie. Ja, de voorste kruisband is een hele belangrijke structuur die het rolglijmechanisme van de knie, dus de belasting van kruin binnen meniscus, reguleert. Weet je, vergelijkbaar met de scharnieren van een deur. Als je die twee bovenste scharnieren eruit haalt, dan hangt die deur scheef. In feite is dat ook wat er met de knie gebeurt. En dat wordt door de patiënt ervaren als een gevoel van de macht over de knie kwijt zijn. Dus in dat opzicht heeft het op termijn nogal eens gevolgen. En om die reden noemen we het de hartaanval van de knie. Cor, de volgende vraag. Heel veel cliënten zeggen altijd van, ja, het heeft zo lang geduurd voordat ze die diagnose hebben gesteld. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat verbaast mij ook wel eens. Want je ziet bijvoorbeeld wel eens beelden op NOS Studio Sport, dat een voetballer zijn knie verdraait. En je ziet vaak aan de reactie al dat niet mis is. Dat is een alarmreactie die ze geven. In het algemeen zijn er een paar dingen die heel belangrijk zijn. Het trauma gaat heel snel. Het duurt gewoon 45 milliseconden voordat een kruisband scheurt. Dan ontstaat er wel of niet een zwelling. Dat is ook heel verschillend. En er is natuurlijk vaak pijn in de knie aanwezig. De knie is dan moeilijk te onderzoeken. Maar als je een patiënt leert te ontspannen en je hebt de kans om een lachmantest te doen, nou, dan kom je er 9 van de 10 kom je er wel uit. Ja. Maar het is bekend dat zo ongeveer 70% van de acute voorste kruisband onderzoeken niet leidt tot de diagnose voorste kruisbandruptuur. Ja. Maar dat is ook op zich niet zo erg, want je hoeft ook niet acuut iets te doen. Maar dan moet je wel zorgen dat je patiënt 7 of 10 dagen later opnieuw ziet, waarbij de pijn en de zwelling vaak wat minder zijn en de knie beter te onderzoeken is. En dat is denk ik wat patiënten vaak teruggeven aan ons, van ja, op dit moment kunnen we niet onderzoeken, kom over 6 weken maar even terug. Ja, 6 weken is misschien wat lang. Ja. Dat is wel de termijn die we over het algemeen gebruiken als er besloten wordt tot operatieve behandeling. Ja. Dan laat je de knie tot rust komen, dat is natuurlijk een vaag begrip, maar je wil dat een knie makkelijk kan strekken, dat hij voorbij de 90 graden kan buigen. Vaak gaat een kruisbandletsel, voorste kruisband, ook gepaard met letsel van de mediale band. Het is belangrijk om die band te laten genezen, wat over het algemeen steeds lukt met conservatieve behandeling. Okay. En het nadeel van acuut opereren vind ik persoonlijk, is dat de mediale band nogal eens strekbeperkingen geeft. En dat je dan een trauma aan de knie hebt en een tweede trauma, wat de operatie altijd is, toevoegt. Waardoor een knie alleen maar de kans heeft om heel erg stijf te worden. Okay. En de revalidatie met name in het begin heel moeizaam zal zijn. Dus beter soms even wachten. Ja, voor een stukje goede diagnostiek. Dat sowieso. Je moet nooit opereren natuurlijk zonder diagnose. Maar er is ook in de richtlijn van de voorste kruisband werkgroep, dat dateert al van 2011, maar er is niet zo heel veel veranderd, wordt er toch wel gesteld dat een knie tot rust moet komen. En wat je heel vaak op een MRI ziet, is bijvoorbeeld dat er een botkneuzing te zien is. En die geeft toch een beetje weer hoe groot de impact van het trauma is geweest. Nou heb ik ook patiënten natuurlijk, en ik denk iedereen zal het herkennen. Ja, de ene dokter doet een bepaalde truc, de ander vraagt heel veel uit in zo'n diagnoseverhaal. En uiteindelijk zegt de patiënt dan tegen mij of tegen een collega, ja, ik wil nu gewoon een MRI zien, want ik wil weten of die kruisband eraf ligt. Maar, Nou, de MRI heb je niet, vind in mijn ogen niet nodig om de diagnose te bevestigen. Ja, om te bevestigen misschien wel, maar ik vind dat je een kruisbanddiagnose is een diagnose op de hand en op het verhaal van de patiënt. Een MRI maak je met name bijvoorbeeld om te kijken of er een botkneuzing is, of er een mediale bandlesie is. En zeker bij mensen die een voorgeschiedenis hebben van meniscectomie of oudere letsels of een revisieprocedure, dan wil je gewoon de conditie van de knie weten. Ja. Een gewone röntgenfoto wordt om die reden vaak niet meer gedaan. Ja. Maar juist die röntgenfoto toont af en toe ook afwijkingen die duiden op een letsel van de voorste kruisband. Hij denkt daarbij aan een zogenaamde secondfractuur, die echt toch wel een klassiek beeld is van in ieder geval een onderdeel van het hele complex van letsel wat zich voornamelijk aan de buitenkant van de knie concentreert. En we zeggen niet voor niks dat het scheuren van je voorste kruisband is een trauma aan de buitenzijde van je knie. Daar vinden alle drukkrachten plaats. En daar zitten ook de meeste problemen over het algemeen. Volgende vraag. Ik ben door mijn voorste kruisband gescheurd en ik ren naar de huisarts toe en die zegt 6 weken wachten. En dat hebben we net gehoord, dat is helemaal niet zo heel gek. Nee. Om even de knie te laten afkoelen. En vervolgens stuurt de huisarts mij toch naar de orthopeed toe. Maar ja, naar welke orthopeed moet ik gaan? En moet ik naar de orthopeed gaan? En hoe maak ik die keuze? Ja, dat is heel moeilijk. Dat ik als voetballer de goede zorg krijg
dat die kruisband er goed in komt. Ja. Nou, op de eerste plaats, meestal weten de huisarts wel waar die een patiënt naartoe moet sturen. In de regio zijn er vaak collega's die zich heel erg gespecificeerd ontwikkeld hebben in de kruisbandchirurgie. Dat geldt, ik vind eerlijk gezegd voor de meeste regio's wel. Er zijn altijd wel in Nederland goed verspreid mensen die het gewoon goed kunnen. Mm-hmm. Eigenlijk geldt voor de kruisbandchirurgie hetzelfde als bijvoorbeeld de grote vaatchirurgie of de oesofaguschirurgie. Je moet het een bepaald aantal keren doen. Dat wil niet zeggen dat je het heel veel moet doen, dat je het automatisch goed doet. Maar als je heel veel opereert of heel veel keren een bepaalde operatie uitvoert, dan beheers je over het algemeen alle complicaties en weet je ze ook te voorkomen. Dat geldt ook voor de fysiotherapie. Als je aan een fysiotherapeut vraagt, heb jij verstand van knieën, zal er nooit iemand zeggen nee. Maar de specifieke revalidatie van een voorste en zeker een achtste kruisband is toch een vak apart. Dan weet ik toevallig dat FC Kruisband een website heeft. Ja. En daar staan een aantal specialisten op. En dan heb ik het niet alleen over de chirurgische kant eigenlijk, maar ook over de fysiotherapeutische kant. Ja. En als ik daar naar kijk, dan denk ik van ja, dat is leuk. Er zijn 7, 8, 9, 10 namen. Maar ze is natuurlijk nooit compleet. Maar het is een begin. Ja, nee, is ook zo. Kijk, de FC Kruisband, een prima site, heel informatief. Patiënten kunnen daar hun vragen ook kwijt, ze kunnen hun ervaringen kwijt. Het leuke is dat je ook leest hoe andere mensen met hun klachten of hun operatieve behandeling omgaan, of hun revalidatie. Maar er zijn meer sites. Ik heb zelf een website waar ook heel veel informatie op staat, waar ook veel gestelde vragen op worden beantwoord. Want dat is toch vaak het punt. Je zit bij een specialist 10 minuten, een kwartier. En dan loop je vaak weg en denk je, oh, ik had dit of dat nog willen vragen. Nou, dat is handig om dat op voorraad te kunnen terugvinden. Ja. En daar zijn er zat en er zijn ook een hele hoop links, onder andere FC Kruisband wordt gelinkt aan andere websites. Je moet alleen oppassen met het internet in het algemeen. Iemand die heel tevreden is na zijn kruisbandoperatie heeft geen verhaal. En je vindt vaak negatieve verhalen van patiënten op het internet. Dus het kan je ook leiden tot de onzekerheid dat je denkt van ja, moet ik dat überhaupt nog wel doen? Ik heb mijn kruisband afgescheurd en ik zit op een voetbalclub en iedereen zegt je moet me laten opereren. En de ander zegt weer van niet. Ja. Is daar een eenduidig antwoord op te geven of dat is ligt zeker. Het per casus weer verschillend? Nou, dat laatste wat je zegt is heel belangrijk. De behandeling van het kruisbandletsel wordt zoals dat heet geïndividualiseerd. Dan moet je de groep van de profvoetballers even erbuiten zetten. Of de high-level athletes. Die hebben helemaal geen geduld om een conservatief traject in te gaan. Behalve die 4 tot 6 weken waarschijnlijk. Maar de indicatie voor operatieve behandeling eigenlijk is het gevoel van onzekerheid in de knie. Giving way wordt het ook wel genoemd. In de activiteiten van het dagelijkse leven. Dat is de nummer 1 indicatie. En dan bij die patiënten die niet goed reageren op het conservatieve beleid bij de fysiotherapie. Dan heb je alternatieven. Je kan natuurlijk je sport aanpassen. Je kan een ander type sport kiezen, ander niveau van sporten. Je kunt een brace voorschrijven bij die patiënten die alleen bij het sporten instabiliteit hebben en in het dagelijks functioneren niet. Nou, dan hoef je dat niet te opereren. En de mensen die op een bepaald niveau sporten, die moeten haast wel denken aan een reconstructie van de kruisband. Overigens een foute term, want we reconstrueren de kruisband eigenlijk niet, maar wij reconditioneren de knie. Want wat we erin zetten is weliswaar de functie nabootsend van de kruisband, maar het is geen kruisband. Dus je moet het ook altijd hebben tegen een te opereren patiënt, dat we zijn knie gaan repareren. Dat het een gerepareerde knie is. En dat het nooit meer helemaal de oude knie zal zijn. Nou, feitelijk zeg je daar ook dus eigenlijk mee van, ja, mijn kruisband is afgescheurd. Ik laat hem 6 weken ontzwellen. Ja. Ik kom bij de orthopeed terecht en dan wil ik eigenlijk dat er een nieuwe voorste kruisband in komt. Ja. Maar eigenlijk moet je dat dan nou niet willen, want je hebt niet ervaren of je instabiliteit hebt. Precies, nou dat is de grote discussie op dit moment in heel orthopedisch Nederland. En er is ook een techniek die nu propageert dat je het heel snel moet doen met een kunstband. Die tijden hebben we natuurlijk allemaal gehad met de kunstbanden. Ik denk dat dat niet de goede keuze is, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat je een knie, zoals dat heet, tot rust moet laten komen. En dat je in goed overleg met de patiënt dat moet besluiten. En bovendien, het is ook heel belangrijk of een patiënt bereid is om die 6 tot 9 maanden revalidatie te volbrengen. Want dat wordt nog eens onderschat ook. En als jij na een kruisbandoperatie na 2, 3 maanden denkt van ja, ik vind het wel mooi zo, dan krijg je niet het optimale resultaat. Dus ik denk dat je het moet individualiseren. Nogmaals, de profvoetballer staat er even naast. Maar dat je heel goed het geldt trouwens ook voor de keuze van hoe doe ik het dan? Doe ik een hamstringtechniek of een patellapeestechniek of een donorpeestechniek? Dat maakt natuurlijk wel uit. Er zijn ook verschillende beroepsgebonden factoren die dat bepalen. Iemand die knielend werk heeft of kruipend werk heeft, een loodgieter bijvoorbeeld. Ja. Ja, die opereer je liever met een hamstringmethode dan met patellapees. Waarom? Omdat je dan toch wat minder klachten hebt bij het hurken en knielen. Bij het langdurig in gebogen houding zitten. Dat percentage overigens varieert enorm aan donor-site gerelateerde pijn.
Maar het is niet te onderschatten. En dat heb je met hamstrings nou eenmaal minder. Dat is in de literatuur ook wel aangetoond. Maar als ik nu... Je ziet ze natuurlijk niet zo heel vaak. Althans, ik niet in de praktijk. Een 400 meter sprinter. Ja. En die scheurt op een feestje scheurt hij zijn voorste kruisband af. Ja. En die komt bij jou terecht. En dan doen we net alsof die wel geopereerd moet worden. Mm-hmm. Welke keuze zou je dan maken? Want ik denk, als je een sprinter bent, dan heb je die hamstring nodig. Ja. Nou ja, dus zelfs de vraag of je dan überhaupt eigen materiaal moet gebruiken. Ik heb ooit een sprinter met schaatsen behandeld. Die heel duidelijk goed was geïnformeerd. En die zei, ja, ik heb voor mijn sprint zowel mijn quadriceps als mijn hamstrings nodig. En dan hebben we toen een donorpace reconstructie gedaan. Om maar wat te noemen. Het is een dure methode natuurlijk. Want dat is niet iets wat je zomaar even bestelt. Een donorpace kost tussen de 1400 en 1800 euro. En dat wordt door de ziektekostenverzekeraar meestal niet vergoed. Dus de eerste keuze op dit moment is hamstrings. Ja. Tweede keuze in mijn optiek patellapace. Bij de profvoetballers doe ik overigens nu patellapacen. Dan heb je als derde nog de rectuspace. Het andere deel vanaf de bovenbol van de patella. En als uitzondering dan donorpace. En daar heb je een heel arsenaal aan keuzes. Cor, nu zit ik hier bij de kniespecialist van Nederland. En dat betekent eigenlijk dat elke voorste kruisbandreconstructie die jij uitvoert... voor mij, in mijn beeldvorming, bijna gewoon een lopende bandwerk activiteit is. Want dat gaat dat je dat nooit denkt, weer mis. Ik begrijp dat je dat denkt, maar dat is niet zo. Het is niet lopende bandwerk. Iedere knie heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Het hangt ook van het type sport af wat iemand beoefent bijvoorbeeld. Maar een kruisbandoperatie is best een ingewikkelde ingreep. Geen routine ingreep. Ja, dat is het wel als je het heel veel doet. Ja. Maar als je het heel veel doet, dan weet je ook dat er heel veel manieren zijn waarop iets fout kan gaan. Dat begint al met het winnen van de pezen, om maar wat te noemen. Het boren van tunnels, het uitbreken van een schroef. Het missen van andere letsels in de knie die onbehandeld blijven, waardoor een maximaal resultaat niet wordt behaald. Kraakbeenletsel bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Dat zijn echt, er is geen knie in dat opzicht met de andere knie te vergelijken. Dus het is toch steeds een enorme uitdaging. En ja, ik spreek nooit van routine, want het is nooit een routineklus. Dan heb ik nog een vraag die ik zelf ook heel vaak gesteld krijg. En dat is van, ik ben bij de dokter geweest, bij de huisarts. En uiteindelijk ben ik bij de orthopeed beland. En die zegt van, laat die knie even afkoelen. En ga eens maar eens een poosje naar de fysiotherapeut om daar wat aan te sterken. En dan word je over 8, 9, 10 weken geopereerd. En als teruggave krijg ik dan altijd... Ja, maar dan ga ik niet naar de fysio. Want wat voor zin heeft het als ik over 8, 9, 10 weken geopereerd word? Ik snap je vraag. Maar kijk, je hoeft ook niet 5 keer per week naar de fysiotherapeut. Maar de fysiotherapeut, ik noem het altijd een waakhond van de orthopedische chirurg... die houdt in de gaten dat iemand op tijd, in ieder geval in de richting van de operatieve behandeling... zijn knie goed kan strekken. Die voorkomt dat er atrofie, dus spierverlies is... kan de conditie van de knie in het algemeen, maar ook de belendende gewrichten oefenen. En kan een patiënt bovendien ook heel goed informeren over wat hem te wachten staat na de operatieve behandeling. Want ja, dat wordt nogal eens onderschat. De revalidatie, wij zeggen wel 4, 6, 9 maanden. Ik denk dat je eerder tussen de 9 en 12 maanden moet rekenen dat je weer op je oude sportniveau enigszins terug bent gekomen. Ja. En het is, ja, heel Nederland heeft het over geld, geld, geld. Ik begrijp natuurlijk wel dat je... het merendeel van je behandelingen binnen je zorgpakket voor de nabehandeling moet bezorgen. Maar ik denk dat je met 1 keer per week fysiotherapie, aandacht en instructies met name, dat je daar heel goed mee uit de voeten kan. Nee, en dat dat eigenlijk ook onontbeerlijk is voor een goed resultaat. Oké. Okay. En even terugkomen op die stelling die je net zegt. Van ja, ik 6-9 maand. Er is een voetballer, Italië, 4 maanden terug. Ik ben ook lekker fit en mijn patiënten zijn ook lekker fit. Waarom kunnen wij dat niet? Want als ik naar de fysio zou gaan, dan hebben ze het altijd over 6 tot 9 maanden, afhankelijk naar welke fysiotherapeut. Meestal hoor ik toch wel 9 tot 12 maanden. Ja, het is wel grappig. Het is een discussie die we natuurlijk niet dagelijks voeren, maar wel regelmatig hier voeren. Ik zeg wel eens dat het vaak ligt aan het behandelteam. Van kijk eens, wij kunnen het in 4 maanden. Maar ja, dat verhaal van Miele geef je dan als voorbeeld. Voor mij is hij nog helemaal niet gespeeld. Nee. Maar een maand geleden werd wel gezegd dat hij weer speelklaar was. Nou, hij moest zijn eerste wedstrijd volgens mij nog spelen. Maar er zijn beroemde voorbeelden. Bart Stuber van Bayern München bijvoorbeeld. 5 maanden gerevalideerd. Eerste wedstrijd, re-ruptuur. Is vervolgens 2 maanden uit het veld geweest. Ik denk dat je niet moet onderschatten wat voor impact de operatieve behandeling en het letsel in zijn geheel heeft. En dat dat gewoon tijd kost om dat op, en zeker bij dat topsportniveau, om dat weer te kunnen hervatten. En er zijn natuurlijk fantastische voorbeelden van mensen die dat binnen een bepaalde tijd doen. In een bepaalde periode die ze hebben voor een kampioenschap. Nou, daar komt een stukje geluk ook bij kijken.
En je moet het, niet de pech hebben dat je opnieuw door je knie heen zwikt, want dan begint het verhaal van vooraf aan. Het duurt het vaak veel langer. Dus in dit geval geldt eigenlijk een beetje het spreekwoord: tijd heelt de wonden? Ja, nou bijna letterlijk, maar met name tijd zorgt ervoor dat je in ieder geval in een conditie komt voor de return to play. Ja. En daar gaat het in feite om. Dat is het hoofddoel, zeker in de topsport natuurlijk, maar dat geldt ook voor amateursporters. Je wil uiteindelijk op je oude niveau wil je weer kunnen sporten. En wat vind je nu van het feit, ik ben een sportfysiotherapeut, ja. Ik zie heel veel kruisbanden, ja. Dat ik ga zeggen tegen een patiënt, ik heb je goed getraind, je hebt goed in de gewichten gehangen, ja. En ik denk dat jij klaar bent. Ja, nou ik denk dat de sportfysiotherapeut bij uitstek degene is die dat moet beslissen, want die ziet de patiënt tenslotte. Ik kan ook, laten we zeggen, de sportmotorische vaardigheden beter beoordelen. Kijk, als ik een patiënt op de podium hier krijg, dan zijn dat vaak relatief korte bezoeken. Meestal na 2 weken, 3 maanden, 6 maanden, of in ieder geval na aan het eind van de revalidatie, zijn 3 contactmomenten. En ik bepaal in feite stabiliteit en functie. En ik kijk of een knie wel of geen hydrops heeft. Maar kijk, het volume van een spier zegt niks over de kwaliteit van de beweging van een spier of van een ledemaat. En dat is toch echt een taak van de sportfysiotherapeut of sportarts. Maar het is vaak een heel team wat natuurlijk zo'n beslissing moet nemen. Nou, dat vind en ik niet te vergeten, de sporter moet gewoon eerlijk aangeven wat hij voelt. En iemand die bijvoorbeeld heel erg angstig is om terug te gaan in het veld, ja, die moet je vooral niet in het veld laten gaan. Want daar gebeurt juist iets wat je niet wil, dat gebeurt. Is het ook een beetje wij willen natuurlijk alles zelf regelen, dat moet niet. Daar zijn we ook al lang uit dat we dat maar in ieder geval met elkaar moeten gaan doen. Ja. Maar wat ik altijd heel erg gaaf vind, is als je een sporter hebt, neem een handballer. Mm-hmm. Die is fit verklaard door jou als fysiotherapeut. Ja. Jij vindt ook dat hij stabiel is en dat hij eigenlijk weer het veld in kan. Ja. Eigenlijk is het denk ik heel gaaf om met die sporter, en dat kunnen wij in dit geval ook, naar de trainer te gaan. En laat hem dus bewegen in zijn handbal setting. Ja. Want die trainer, die weet uiteindelijk hoe hij heeft bewogen en hoe hij nu beweegt. Ja, nou niet alleen de trainer of de hoofdtrainer, want dat is meestal degene die de supervisie heeft. Maar er zijn natuurlijk allemaal subspecialisaties tegenwoordig. Kijk, bij Ajax heb je een trainer voor de aanvalslinie, middenveld en de verdediging. Maar iedereen weet wat verlangd wordt van een bepaalde positie in een bepaalde sport. Ja. Kijk, American football is een heel andere sport, of rugby, dan tennis, om maar wat te noemen. Of fietsen. Ja. Het hangt ook van het type sport af. En met name de sporten waarbij het gaat om snelheid, korte wenden en keren. Dus sprint, stop, de positieveranderingen, dat zijn natuurlijk de risicosporten. En zeker de sporten waarbij je ook nog eens een keer aangeraakt kan worden of geschopt kan worden of wat dan ook. Kijk, denk aan rugby, denk aan voetbal. Ja. Dat zijn de gewone risicosporten. En de speler moet zelf het gevoel hebben dat hij weer toe is aan dat niveau van sporten. En dan gaat het meestal ook goed. En dat is bij de ene duurt dat 9 maanden, bij de andere duurt het 14 maanden. Dat is niet van tevoren allemaal dat is wel de meest gestelde vraag, ja. Maar die is nooit met zekerheid te beantwoorden. Nou heb ik een klein beetje een gewetensvraag. Ja. Als we een hele bak vol met geopereerde voorste kruisbanden bij elkaar rapen, ja. En dat zegt de wetenschap. Daar maken we 1 grote cirkel van, die is 100%. Ja. De wetenschap zegt dat 1/3 deel van al die geopereerde voorste kruisbanden het oude niveau maar... Ja, 1/3 is al wat zuinig. Dit ligt iets hoger. Okay. Het hangt er een beetje vanaf het type sport ook weer. Hè. Er is een onderzoek van de UEFA geweest waarbij, en dat geldt dan even voor de Europese orthopedie noem ik het maar even, dat ongeveer 80% terugkomt op zijn oude niveau. Maar er zijn ook studies uit Amerika... basketbal met name, professioneel basketbal, 55% op zijn oude niveau terugkomt. Je ziet in Amerika ook, en zeker in de basketbalsport, dat heel veel spelers na een kruisbandoperatie ook met braces gaan spelen. Toch een bepaalde angst of het is voorkomen van, hoewel we weten dat een brace nooit 100% zekerheid geeft, dat een kruisband niet volledig beschermd blijkt te zijn. Nee, die cijfers zijn somberder dan de meeste operateurs altijd zeggen tegen hun patiënt. En ik denk dat je daar ook enige slagen om je arm moet houden, dat je wel kan beloven dat je je best doet om het te doen met het hele team, maar dat je helemaal geen garanties over kan geven. En de patiënt goed in de ogen kijken, denk ik. Dat ook. En niet vergeten dat het niet alleen gaat om de kruisband, de patiënt eromheen natuurlijk, maar ook de andere letsels in de knie. Ja. Heeft iemand een volledige meniscus laten verwijderen of heeft hij een posterolaterale instabiliteit? Er zijn natuurlijk heel veel instabiliteitspatronen die van invloed kunnen zijn op... Nou, het beroemd voorbeeld is Jonathan Reijs van PSV. Een knieluxatie, nou, is natuurlijk niet alleen voorste kruis, maar dus voorste, achterste, posterolateraal, mediale band. Ik weet niet of je die beelden nog kan herinneren. Die is geopereerd door de man in Amerika, de Stedman Hawkins Clinic, Robert Lapraat. Nou, dus de man van de posterolaterale reconstructies, maar die is nooit meer teruggekomen op zijn oude niveau. Cor,
Een tweet is eruit gedaan gisteren. Ja. Om toch even met wat vragen, ook gewoon recente vragen zeg maar, van patiënten, om daarmee naar jou te komen. Ja. En ik ga een aantal voor je eventjes introduceren. Er is iemand die zegt, mijn knie maakt allerlei geluiden. Wat is hiervan de oorzaak en ontstaat er schade in de knie? Ja. En dat is allemaal na voorste kruisbandreconstructie. Ja, het is even de vraag natuurlijk hoe lang na de kruisbandreconstructie. Want je ziet vaak dat de sporing van de knieschijf bijvoorbeeld verstoord is. Door wat verminderde kracht in de bovenmensmusculatuur. Die sturing is nog niet helemaal goed. Dat kan een knakje of een knapje. Als je dan vaak dat knapje hoort, lucht het op. En dan zeggen de mensen over, ja, het is weg. Als een knie echt op slot staat, bijvoorbeeld 2 uur achter elkaar in een geblokkeerde stand staat, dan moet je meteen contact opnemen met de behandelaar. Ja. Er kan natuurlijk van alles aan de hand zijn. Dat kan, om een voorbeeld te geven, de meniscus zijn die gehecht is, die toch los is gekomen. Het kan een fixatiemethode zijn die los is gekomen. Er zijn een aantal dingen te bedenken. Maar de meeste geluiden in een knie, klikjes, knoekjes, knakjes enzovoort, hebben geen betekenis. En verdwijnen meestal spontaan. Kijk, als een knoek of een geluid pijnlijk is, of gepaard gaat met heel veel reactieve vochtvorming, dan is het meestal wel iets om even te overleggen met de fysio of met je orthopedisch chirurg of dat inderdaad iets te betekenen heeft. Oké, helder vraag. Nog eentje. Is het normaal dat de knie nog steeds dik wordt een half jaar nadat de voorste kruisbandreconstructie heeft plaatsgevonden? En het blijft ongeveer 2-3 dagen dik. Ja. Daarna zwakt het weer af. Dat kan. Op zich is het niet zo dat iedere knie helemaal slank moet zijn. Dat is nou weer zo'n voorbeeld van als oorzaak bijvoorbeeld kraakbeenbeschadiging. Zeker als er veel kracht getraind wordt. En de kraakbeenbeschadiging zit in het strekapparaat van de knie. Dus tussen de knieschijf en de voorzijde van het bovenbeen. Hoor je vaak ook wat krakende sensaties daar. Dat kan aanleiding geven tot vochtvorming. Kijk, vochtvorming in het algemeen is een symptoom. Er is iets niet helemaal in orde. Dat is, de knie kan zich op 2 manieren kan die zich manifesteren. Dat is vochtvorming. Dat kunnen we gelukkig meten. En pijn. Ja, pijn kunnen we niet meten. Kraken kunnen we horen. Maar kraken zegt niet altijd wat. Maar als je na 6 maanden nog steeds veel vochtvorming hebt, dan is dat wel een reden om nader onderzoek te doen, vind ik. Want dan zit je juist in die fase van opbouw, dat je weer naar je oude sportniveau wil. Ja, helder. Nog eentje. Wanneer gebruiken we een hamstring pace en wanneer een knieschijf pace? Nou, dat is niet helemaal een goede woordkeuze, denk ik. Nee, maar de hamstring zijn natuurlijk vanaf de begin jaren 90 in opkomst. Dat wordt nu eigenlijk als de eerste methode gebruikt. Ik ook. Ik gebruik veel hamstrings. Niet bij iedereen overigens. Bijvoorbeeld als iemand een hurkend of knielend beroep heeft. Een loodgieter, een vloerenlegger. Om als voorbeeld even te geven. Dan gebruik je geen patellapees, maar gebruik je hamstrings. Maar iemand die bijvoorbeeld vrij gevoelig is voor hamstringblessures, en met name vlak boven de knie die blessures heeft gehad, of iemand die een mediale bandletsel heeft gehad, daar wil je liever geen hamstrings gebruiken. Dan gebruik je de patellapees. Ja, dus niet de knieschijfpees, maar de kniepees. Ja. En ik denk dat zijn wel de 2 gouden standaarden die eigenlijk een beetje vergelijkbaar zijn. Kan een kruisbandplastiek nog eens worden geopereerd als deze onverhoopt opnieuw is afgescheurd? Ja, nou, dus die vraag die krijgen we heel vaak op de podium natuurlijk. Ja, ik zeg altijd maar zo, een kruisband die wordt hersteld met een structuur die opnieuw kan scheuren. En daar zijn natuurlijk, je hebt wel eens die zogenaamde accident prone patiënten, die gewoon waarvan je al bijna weet dat die weer gaat scheuren. Maar het blijft een structuur die opnieuw kan scheuren. En dat is nou een belangrijke reden om ook pas je sport te gaan hervatten als je volledig klaar bent met de revalidatie. Ja. En je ziet ook vaak dat de meeste kruisband opnieuw scheuren, tussen de 4 en de 6 maanden. Want dan heeft de sporter al het idee van, ja, ik kan het eigenlijk allemaal wel weer. Maar niets is minder waar. Ja. En je ziet het in de voetballerij ook, dat een eerste actie gaat dan goed, maar dan springt een bal weg. En dan zie je iemand helemaal gedesoriënteerd bewegen, omdat hij dat niet kan nog. Die coördinatie is er nog niet. Nog een vraag van deze. Ik had een kruisbandletsel en meniscusletsel. Waarom is eerst de meniscus gehecht, klaarblijkelijk kon dat, en pas een paar maanden later de voorste kruisbandreconstructie gedaan? Kan het niet gewoon in 1 keer? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. We hebben natuurlijk die regel van die eerste 4 tot 6 weken tot rust laten komen. Dat is het voordeel van de MRI, dat je kan zien of er eventueel meer letsel in de knie aanwezig is. En dat is een type scheur, zeker de meniscusscheur die langs het kapsel in het doorbloede gedeelte van de meniscus zich bevindt, is een reden, en zeker als die heel mobiel is, om die meniscus te hechten. Dan is het meestal wel zo dat je binnen 3 maanden daarna de kruisband opereert. Dan is die knie sowieso weer tot rust gekomen. Maar er zijn ook collega's die eigenlijk dat in 1 keer doen. En dat kan soms ook, want je ziet ook wel eens dat een knie na 2 weken tot rust is gekomen. Dat scheelt natuurlijk wel weer een narcose.
En dan, ik doe het ook wel soms in één keer. En je moet natuurlijk wel erop voorbereid zijn als je de kruisbandoperatie doet en je ziet de meniscus die gehecht kan worden, dat je ook de spullen hebt om dat te doen. Ja. En de know-how. Ja. Dus weer, het komt de wereld neer, een goed stukje diagnostiek vooraf. En individualiseren, dat is een woord wat ik zo ook steeds weer terug laat komen bij gesprekken met patiënten. Niet iedereen krijgt het op dezelfde manier te verwerken of te voor ze kiezen. Helder. Ik ben 6 weken geleden geopereerd, voor zijn kruisbandreconstructie uiteraard. En er is al 2 keer vocht uit mijn knie gehaald. Hoe voorkom je dit? Nou, dat is niet helemaal te voorkomen. Kijk, wat er ontstaat in de knie na een operatie is natuurlijk altijd dat er bloed in de knie zit. Uit die tunnels sijpelt bloed. Het natuurlijke afbraakproces van bloed is dat het van serosanguinolent vocht naar sereus vocht gaat. Dat is in feite het vocht wat je ziet, ook na tot een week of 12 zelfs van de operatie. Ik denk dat je het niet moet aftappen, tenzij het heel erg veel is. En dat het bijvoorbeeld aanleiding kan geven tot een reflexmatige verlies van volume van spieren. Maar over het algemeen heb je natuurlijk een infectierisico bij iedere punctie die je in een knie doet. En je kan het vaak beter ondersteunen met een ontstekingsremmer in dat opzicht. Ja. Dan hebben we de laatste. En ik vind dat zelf een hele leuke vraag. Kan het scheuren van de voorste kruisband in de genen zitten? Ik ben een vader. Ik heb hem afgescheurd. De dokter heeft het afgescheurd. Ja. En de zoon heeft hem afgescheurd. Ja, dat kan. Het heeft te maken met onder andere de vorm van de ruimte waar de kruisband loopt. Ik zal eventjes een modelletje pakken. Dan is dat te zien. Wat we in feite bedoelen is de trochlea. De intercondylaire ruimte. Die kan bij sommige mensen zo smal zijn, en dat is zeker bij vrouwen is dat zo, dat het verdraaien van een knie al gauw aanleiding geeft tot het losrukken als het ware van de kruisband. Dus daar is wel degelijk sprake van, erfelijk mag je misschien niet zeggen, maar een aanleg daarvoor. Het is wel opvallend, en vandaag had ik toevallig op mijn poli een aantal patiënten waarvan de vader zegt, ik heb mijn kruisband ook gescheurd op jonge leeftijd. Die was dan niet geopereerd en die gaat overigens ook goed. Maar die vraagt natuurlijk af, is dat erfelijk? En dat, erfelijk denk ik niet, maar er is wel een bepaalde aanleg, of het nou sportmotorisch is of in de anatomie. Maar er zijn mensen, families, gezinnen waar het kruisband wel opvallend vaak voorkomt. Cor, bedankt dat ik even langs mocht komen. Ik denk dat heel veel mensen ontzettend blij zijn met de antwoorden zoals je ze gegeven hebt. En dat was eigenlijk ook onze bedoeling. Dus echt super bedankt dat we hier even mochten komen kijken. Be my guest, goede reis terug naar het Hoge Noorden. En ik zou zeggen, maak er wat moois van. Ga ik doen. Dankjewel, hè. Graag gedaan. Hoi. Zo, dat was weer een leuk bezoekje. We waren natuurlijk de gasten op de Bergman Clinics bij Cor van 't Hart. En je kan wel zeggen dat hij echt bijna overal antwoorden op wist. En volgens mij ook hele plausibele antwoorden. Dus volgens mij is de doelstelling gehaald. We hebben een goed overzicht gegeven over wanneer moet je nou wel en wanneer moet je dan niet geopereerd worden. En welke consequenties hangen er allemaal aan vast. Op naar deel 4. En dat zal zijn de revalidatie van voorste kruisbandletsels.